Nog 30 meter zie ik hier. Dus laten we even kijken waar we op uitkomen. Dan zie ik daar al iets wat zou kunnen zijn. Wat zeg je, Bas? Oh jee. Ja. 18, 17 meter. Oké, dus hier ligt de volgende cache. 8, 7 meter. Ja, dat kan. Nou, we zijn nu bij de ingang van de grot. En we gaan eens even de lamp aanzetten. En kijken of dat we de cache kunnen vinden. Opletten voor de afstapjes. Piep, ja, dat is de GPS-signaal wat weggevallen is. Dat kan ik me ook wel een klein beetje voorstellen. Nee, ook niet. Niet? Puntje. Zo. Dat zou ik niet weten. Ja, maar het loopt dat hij dadelijk ergens links bent. Verder kan. Wat? Grote spin. Wat? Wat? Nou, we zijn ongeveer aan het einde. Aan het einde. En dit is wat we nu zien. Zal ik de zaklamp helemaal uitdoen? Nee, dan zie je echt. Nee. Vrij weinig. Helemaal niks. Er is enig licht, maar niet ja. Veel. Oké, je moet hier dus ergens nog omhoog. En je ziet ook niks, hè, wat ik hier aan het filmen ben. Omhoog. En dan over die rots heen. Hier terug. Hier door het gat heen. Daar onderdoor kruipen. En dan kun je verder. En dan zou je dus verder moeten kunnen. Hier omhoog. Nou, dit... dit gaat hem net niet lukken. Kom maar. Ik zie toch niks. Sorry. Dat is irritant. Ja? Mama heeft hem. Komen mensen aan? Goed zo, schat. Hoppatee. Ja. Zo.
Zo, deze cache jongens. We hebben hem gelogd. In totaal 968 favorieten.